Woensdagavond speelt NEC een midweekse wedstrijd thuis in de Goffer tegen FC Utrecht. NEC staat in punten gelijk met FC Utrecht. De Nijmegenaren pakten namelijk vrijdag een punt in Rotterdam tegen Sparta. Of voelde dat toch als twee verliespunten? Dat denk ik niet. We hadden wel het gevoel dat er meer te halen was. Maar als je echt kijkt naar uitgespeelde kansen, dan denk ik dat het een gelijkwaardige wedstrijd was. Dat we niet twee verloren hebben, alleen het gevoel wat we hadden, omdat we meer in balbezit waren, ik denk ook wat makkelijker voetbalden dan Sparta, ja, was dat we er meer uit hadden kunnen halen. Maar twee verloren is wel een beetje zwaar uitgedrukt, denk ik. Al met al, niet verloren, hè? 4 wedstrijden op rij ongeslagen. Heb je toch even op teletext gekeken nog, plek 3? Nee, want dat hoef ik niet te doen. Dat doen andere mensen wel voor me en die vertellen het wel. Maar ja, weet je, uiteindelijk was het natuurlijk mooi, maar ik had liever 3 punten gehad. En uiteindelijk heb ik het liefst zo snel mogelijk zoveel punten. Dat heb ik al vaker gezegd. En nu is er weer een nieuwe wedstrijd. Dus ja, die stand is niet zo heel belangrijk. Iemand die ontbrak bij de training was middenvelder Dirk Proper. Hij was binnen. Hij heeft iets van een blessure overgehouden aan de wedstrijd van vrijdag. Dus we gaan kijken of dat verstandig is voor morgen of dat richting zaterdag gaat. Het zit natuurlijk kort op elkaar. Maar het was in ieder geval niet goed om buiten te trainen, zeg maar. Dirk is dus nog een vraagteken voor woensdagavond. Heeft dat invloed op het strijdplan voor NEC? Nou, niet anders dan de wedstrijd hiervoor die we gespeeld hebben. En we hebben ons gewoon onze eigen speelwijze, zowel in aanval als verdedigen. En dat zal morgen niet anders zijn. En kijk, Utrecht is wel een ploeg met kwaliteit. Hè. Die hebben ook wel snelheid voorop en voetballend vermogen in het middenveld. Dus we zullen ons daar wel tegen gaan wapenen op een bepaalde manier. Maar uiteindelijk willen we ook, als we aan de bal zijn, van eigen kracht uitgaan. En eigenlijk hetgeen wat we tegen Sparta vond ik beter deden, vanuit de opbouw naar voren komen. Dat willen we morgen ook weer zien. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de sfeer in de groep dan wel lekker is, hè, als je zo 4 wedstrijden niet verliest. Wie zijn een beetje de smeermakers dit jaar in het team? Oeh, dat is een goede vraag, moet ik zeggen. Oh, die zijn er niet? Ik had me daar niet op voorbereid, moet ik zeggen. Maar ja, we hebben natuurlijk van alles wat. We hebben wat Spaans sprekende jongens. En die brengen weer een ander soort energie in de groep. We hebben een paar Denen. Die hebben ook wel humor, moet ik eerlijk zeggen. En we hebben ook gewoon een paar goede Nederlandse gasten. Ja, dit is gewoon een goede mix. En er zit van alles wat in. En wat je zegt, de sfeer is goed. En dat is wel prettig. Laatste vraag. Wanneer kunnen we Pedro Ruiz gaan verwachten? Nou, als je goed gekeken hebt, was hij een trainer, dus hij komt eraan en we gaan bekijken wanneer we dat richting een wedstrijd gaan brengen. Hij zal er morgen nog niet bij zitten, maar dat zal sneller zijn dan dat de kerstdag is, zeg maar. NEC FC Utrecht, woensdagavond om 7:15, natuurlijk weer live te volgen via de radio bij RN7.